De driejarige RAJO-opleiding voor de staande magistratuur zal niet makkelijk zijn. Dit zei openbaar aanklager Mireille Winter aan de 16 studenten die een aanvang hebben gemaakt met de studie bij een openingssymposium in Hotel Residence Inn. De officier van justitie gaf de studenten mee wat ze onder andere te wachten staat en van ze wordt verwacht. Ik mag u wel van één ding verzekeren. En dat is dat als u zich maximaal inzet, dat u gegarandeerd bent van een behouden aankomst, voorzien van de juiste bagage. Het is meer dan logisch dat men in het kader van de voorbereiding op een voorgenomen reis informatie opzoekt over de bestemming. Met name wie wonen er daar? Welk klimaat heerst er daar? Welke taal spreken zij daar? En ja, hoe gedraagt men zich daar? En dan neem ik nu de vrijheid om thans met, voor u te fungeren als uw Google zoekmachine. We gaan samen op zoek naar de informatie. Om te beginnen, wat is nu een magistraat? Een zoektocht in verschillende woordenboeken en sites leverde een taal van betekenissen op. Ik noem hier enkele. Winter adviseerde studenten zich heel strak te houden aan de richtlijnen en de hiërarchie binnen de rechtelijke organisaties. Ze benadrukte dat machtsuitoefening gepaard gaat met een behoorlijke mate van verantwoordelijkheid. Maar ook zelfdiscipline als mens. Immers, de wet en rechtshandhaver, zal u eerst ten alle tijde het juiste voorbeeld moeten geven. In de functievervulling zal u oog moeten hebben voor de sociale en maatschappelijke omstandigheden van de burger. Ook zal u bekend moeten zijn met de levenswijze en gebruiken van alle lagen van de bevolking, als ook hun drijfveer om bepaalde handelingen te doen of deze nu juist na te laten. De functievervulling van de vervolgingsambtenaar is één die niet vanuit de Ivoren Toren kan geschieden, maar als deel van de gemeenschap. Wees niet slechts een crimefighter, maar streef naar een volledigere functievervulling met oog voor het sociale en het maatschappelijke. Wees een magistraat in de volle betekenis van het woord, gekenmerkt door rechtvaardige en maatschappelijk verantwoorde beslissingen. Het symposium is georganiseerd door het Centrum voor Democratie en Rechtspleging. Het evenement is bijgewoond door verschillende toppers van het Openbaar Ministerie, de procureur-generaal en andere rechtsgeleerden.